zondagmiddag in Noord-Duitsland. De plaatselijke Hamburger Sportverein neemt het vanmiddag op tegen Arminia Bielefeld met een Nederlander in de basisopstelling. De 22-jarige Ludovic Reis speelt hij sinds de zomer van 2021 en is uitgegroeid tot een van de sterkhouders. Zijn inzet, zijn mentaliteit is super, want hij kan zo'n spel richtig beslissen. Hij biegt dat spel, hij is immer vol bij de zaken, kan voetballerisch zeer veel en eigenlijk overtuigt hij in jedem spel. Ja, een goede speler, ne? Zeer sterk in middenveld, dreh- en angelpunt sozusagen, ja. Is in mijn ogen zurzeit, gerade deze seizoen, de beste speler bij HSV. Einer der entscheidendsten Spieler auch. In jedem Spiel eigentlich immer top drauf. Der lenkt das Spiel. Also wenn er die Leistung, die er jetzt hat, auch weiterhält, dann kann es auch ein sehr guter Schlüsselspieler für die erste Liga sein, auf jeden Fall. Ja. Auch da würde er super mithalten. Locker bei einer der Top-Mannschaften. Also er hat auf jeden Fall sehr großes Potenzial und bin zufrieden mit ihm. Ich hoffe, der HSV hält ihn. Wir steigen gemeinsam mit ihm auch in die erste Liga. Groß in Hamburg, der Süden, der Norden. Het Volksparkstadion is uitverkocht en voor de wedstrijd spreken we nog even met de vader van Ludovic Reis over de ontwikkeling van zijn zoon. Hamburg is ja een beetje, hoe moet dat zeggen, volkstadion van mensen en die mensen houden van Hamburg. HSV is echt een grote club, hè? Hij is een grote club. Hij is ook veel Nederlandse spelers hier gespeeld. Veel voetballer van de Vaart, van Nistelrooy. Allemaal goede spelers hier gespeeld van Nederland. Ja, ze zijn goed bezig, hè? Ja, ze zijn goed bezig. De volgende jaar, ik heb gezegd tegen Ludo, dit jaar gaan jullie zeker HSV promoveren. Gaat het zeker lukken. Na 4 jaar is het niet gelukt, maar nu gaat het zeker lukken. Hoe kijken jullie terug op je periode bij FC Groningen? Allemaal positiviteit. Allemaal leuk. Ik heb een goede tijd gehad met Groningen, met Ludo. Ludo ook. Is heel dankbaar ook Groningen. Dat hij mag daar spelen. Het is een mooie club, Groningen. Op het trainingsveld valt Ludovic Reis niet op. Je zou anders verwachten, want met zijn slechts 17 lentes is hij de absolute Benjamin op het veld. Het gaat goed. Ik zit lekker in mijn vel. Ik kan me goed ontwikkelen en goed leren van andere jongens. Goed kijken, ja, zeker. Een jonge talentvolle middenvelder die... zich heel snel heeft aangepast aan het niveau van de A-selectie. Dat is een mooi groot compliment voor Ludovic. Reis komt uit Hoofddorp en heeft Slovaakse ouders. Sinds de zomer van 2015 speelt hij bij Groningen. Zijn ontwikkeling gaat razendsnel, maar zelf blijft hij nuchter. Hij wil voorlopig vooral heel veel leren. Hoe ik er zelf naar kijk is vooral gewoon mezelf een beetje ervaring. Gewoon, om meer met die jongens, hoger niveau, alles gaat natuurlijk een stukje sneller. Fysiek is wat sterker. Dus vooral echt gewoon goed mee te kunnen doen met de trainingen en vooral goed ontwikkelen. Dat is het, ja. Tegen Granada kreeg Reis al speelminuten en morgen tegen FC Emmen kan hij zich opnieuw bewijzen. Faber is inmiddels zo onder de indruk van hem dat hij voorlopig langer mee blijft trainen. In wezen blijft onder 23 zijn elftal. Hij moet toch wedstrijden gaan spelen. Dit is gewoon een stage die we gaan verlengen. Geldt hetzelfde voor Amir, maar ook voor andere jeugdspelers die eventueel stage kunnen lopen bij ons bij het eerste. Een kleine 3 maanden later maakt Ludovic Reis zijn debuut in de Eredivisie. Ook Groningen gaat weer een keer wisselen. Een jonge speler met rugnummer 68 gaat Idrissi vervangen. Ludovic Reis is zijn naam. Hij is 17 en nog B-junior. Maar hij mag dus het laatste deel van de wedstrijd meedoen. Nou, dat is echt een lekker gevoel als je competitiedebuut kan maken. Dat was al een heel lekker gevoel dat ik mijn basisdebuut kon maken in de bekerwedstrijd. Maar mijn competitiedebuut is ook echt een heel lekker gevoel, ja. Zeker. Zeker in het eigen stadion? Ja, echt zeker. Daar werk je eigenlijk ook naartoe. In de jeugd speel je wedstrijden en dan kijk je, soms ga je naar het stadion en dan ga je wedstrijden kijken. En dan denk je bij jezelf, ja, daar wil ik ook op een dag staan. En als je dan vandaag je debuut kan maken, dan echt een goed gevoel, ja. Terug naar februari 2023 in Hamburg. Onze nummer 9, Robert. Met de nummer 14, Ludovic. Hij begint als aanvallende middenvelder en beloont onze komst met een treffer. Wow, in de 26e minuut, Tor voor de HSV. En wat voor een goede van onze nummer 14, Ludovic. 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 Damit haben wir ein
HSV wint met 2-1 en Ludovic Reis bewijst zijn klasse. Ludovic, wat dacht je? FC Groningen TV komt langs. Ik word de matchwinner, maar? Nee, ja, ik bedoel, het is mooi dat we deze wedstrijd winnen. Dat jullie net toevallig langskomen en ik een doelpunt maak, dat is natuurlijk heel mooi. Ja. Hoe is het om hier te spelen? Bijna 60.000 mensen hier in het stadion. Ja, ik denk, iedereen kent HSV. En je ziet ook vandaag ook weer wat voor gevoel die mensen hier hebben voor het voetbal. Dan denk je bij jezelf van, als je dan hier mag spelen, dat is natuurlijk een heel lekker gevoel. Dat is ongekend, hè? Ja, deze stadions zijn groter dan de Kuip en de Arena in Nederland. Ja, niet normaal, hè? En dat zit ook gewoon helemaal vol, hè? Ja, klopt. Hoe is het om in Duitsland te wonen en te spelen? Ik moet zeggen dat het me heel goed bevalt, man. Ik heb de taal onder de knie. Ik woon hier goed, ik voel me goed. En je ziet ook, Hamburg is gewoon een topstad. Je kan alles doen en krijgen wat je wilt. En je rust pakken en dat is voor mij echt top uitgepakt. Je bent erg volwassen geworden, zagen we vandaag op het veld. Wat dan? In je spel. Ja, ik ben fysiek niet sterk. Ja, ik ben niet meer die jongen van 18 die nog bij Groningen speelt. Ja, klopt. Er is zeer willig en had een grote bereidschaft dingen aan te nemen. Geht immer mehr in die Box, hat natürlich aber auch die Spieler dazu, die ihn dann absichern. Mutig war er schon immer, jetzt wird er ein bisschen genauer. Und von daher ist es zwangsläufig so, dass er dann auch häufiger trifft, weil er einfach in die Box reingeht und dann auch mutig aufs Tor geht und schießt. Ja, und dann wird er halt auch mal abgefälscht, aber er schießt. Und das ist ja der große Vorteil, den er hat, dass er ja, mit aller Wucht und mit aller Macht und mit jedem einzelnen Willen, der in ihm steckt, in die Box geht. Und das macht er meiner Meinung nach großartig. Hoe is dat om in de Duitse tweede Bundesliga te spelen? Ik denk dat heel veel mensen het onderschatten in Nederland, denk ik. Ik denk dat het gewoon een mooie competitie is. Natuurlijk, als je dan voor een club als HSV speelt, heb je altijd het doel dat je omhoog wil gaan. En dat is het doel dit jaar ook weer. Dus we zullen zien, man, einde van de streep hoe het dan is. Zesde doelpunt al, waar gaat het eindigen voor jou? Ik zou niet weten, man. Ik bedoel, je kent me ook wel sinds de tijd van Groningen. Ik ben iemand die altijd 100% geeft. En als dan een doelpunt meegenomen kan worden in de wedstrijd voor mezelf, dan is dat natuurlijk top. Maar ik vind het ook niet erg als iemand anders scoort en we winnen. Dus ja. Een dag na de overwinning van HSV op Arminia Bielefeld ontbreken de basisspelers van die wedstrijd op het trainingsveld. We vangen even later een glimp op van Ludovic Reis, die gaat uitlopen in de bossen rond het Volksparkstadion. De jonge middenvelder staat er ook bij de Duitse pers goed op. Es war für alle so ein bisschen eine Wundertüte, weil einerseits war da dieses super Ex-Talent, das beim FC Barcelona gespielt hat. Andererseits kam er nur aus Osnabrück, deswegen wusste keiner so ganz genau, was für einen Spieler bekommt der HSV jetzt eigentlich. Ich glaube schon, dass er auf jeden Fall eine sehr positive Überraschung war. Er war sofort eigentlich Stammspieler, war ja immer noch sehr jung, 20 Jahre alt, und hat sich eigentlich sehr, sehr schnell adaptiert. Was am Anfang fehlte noch ein bisschen die Torgefahr, aber dann hat er in seiner ersten Saison insgesamt 5 Tore, jetzt ist er schon bei 6 Toren. Also ich glaube, das ist das einzige Manko, was er hatte und was er auf jeden Fall abgestellt hat. Toen je de eerste keer hier binnenkwam, wat dacht je toen? Ja, ik kreeg gelijk een gevoel van wauw. En dat was voor mijn ouders ook zo hetzelfde gevoel. En dan heb je dan heel snel ook het gevoel van oké, hier wil ik spelen. En dat is dan mooi uitgepakt. Waarom voel jij je zo thuis hier bij deze club? Ik weet niet, vanaf moment 1 eigenlijk hetzelfde. Wel toevallig eigenlijk. Mijn vader zei nog tegen mij van het is hetzelfde gevoel toen we naar Groningen gingen. Als 15-jarige jongen zei hij van ja, ik voel me echt goed hier ook. En vanaf daaruit eigenlijk heb ik me eigenlijk altijd wel goed gevoeld. Het is eigenlijk net een grote familie hier. En iedereen is goed met elkaar. Je kan met elkaar gewoon normaal praten. Iedereen is. Doet gewoon zijn job hier en dat is gewoon fijn om te zien en ook
als je de stad hier ziet en alles, dan is het eigenlijk onmogelijk om je niet goed te voelen. Zijn snelle aanpassingsvermogen valt ook al op in zijn tijd bij FC Groningen. Rijs kan door het midden, kan schieten. Ja, waarom niet? Tuurlijk! En een doelpunt! Oei, Sparta laat zomaar Ludovic Rijs schieten en uiteraard scoren. 17 jaar. Zijn derde keer in de FC. En dus moet dat gevierd worden. Rijs vanaf de rand van het 16 meter gebied. En dan valt hij zo ineens binnen. Het is de eerste serieuze doelpoging van FC Groningen. En de goal van de man die dus in de basis verscheen vandaag. Nou, ik herinner mij dat mijn eerste jaar toen ik kwam, dat hij net het jaar daarvoor volgens mij in de ploeg was gekomen. En een aantal prima wedstrijden had gespeeld als hele jonge jongen. En vanaf het begin zag je gewoon een jongen met een enorme drive en met een enorme kwaliteit. En dat was met name ook in balveroveringen, ballen afpakken, duelleren. En dat op zo'n jonge leeftijd. En dat was eigenlijk wel bijzonder. Dat kan ik er wel van herinneren. Ja. En ook op de trainingen, dat hij wel altijd volle bak speelde om het maximale te halen. Dat zorgde soms ook voor wat voor frustratie bij teamgenoten. Want ja, hij deinsde nergens voor terug. Dus dan kwam hij ook wel eens in een duelletje of dan raakte hij een keer iemand. Ik blijf altijd zeggen dat Groningen mij eigenlijk altijd wel echt altijd goed heeft laten voelen. En altijd een thuisbasis voor mij is geweest ook. Natuurlijk is het voor mij als 15-jarige jongen, familiemens, dat is altijd wel moeilijk geweest zonder je ouders en zonder je broers en je zusje. Dan is het wel moeilijk, maar op een gegeven moment heeft het wel gewoon goed uitgepakt voor mij. En altijd wel met de mensen die daar ook waren, heb ik me gewoon goed laten voelen. En ik vond het wel jammer om weg te gaan, dat moet ik wel echt eerlijk zeggen. Ik volg Groningen nog steeds tot de dag van vandaag. En, heb je nog met mensen contact, zoals bijvoorbeeld je gastgezin, Henk en Ria? Ja, spreek je die nog? Ja, zeker weten, man. Ik spreek ze regelmatig en ik weet hoe het met ze gaat. En natuurlijk Thomas, die daar nog steeds, woont. En, Thomas Suslov? Ja. Dus ik heb nog zeker contact met ze, man. En af en toe ook gewoon nog mensen van Groningen die mij dan nog steeds hetzelfde nummer hebben. Dus, daar heb ik af en toe nog wel contact mee, ja. We hebben een jaar samengewerkt en toen maakte hij die droomtransfer naar Barcelona. Zeggen mensen, ja, Barcelona B, maar los van dat, op die leeftijd vanuit Groningen al zo'n stap kunnen maken is uniek. Barcelona betaalde ruim 3,5 miljoen euro voor hem. En als een andere club hem straks in Barcelona weg wil halen, dan moeten ze diep in de buidel tasten. 100 miljoen euro afkoopsom staat er in zijn contract. Ludovic Rijs is natuurlijk helemaal in de wolken. Hij gaat naar zijn droomclub. Maar vandaag was er nog een heel mooi afscheidsmoment bij de FC. Ik hoop van harte dat je heel veel gaat spelen. Mooie carrière bij Barcelona en dat je ook met een heel goed gevoel terugdenkt aan FC Groningen en dat we je af en toe hier ook nog eens zien. Het gaat je goed. Hij wil altijd een profvoetballer worden en dit is de kant van hem. Dus ik ondersteun hem aan en ik bel hem iedere keer. Heeft u alle wedstrijden van hem gezien of alles? Alle wedstrijden uit en uit, ook in de jeugd, uit en uit. Barcelona is een ander verhaal, neem ik aan. Nee, weet je, want Barcelona is een ander verhaal. Maar dat is met vliegtuig 2 uurtjes. Precies. En dat is makkelijk te doen. Dus je vader komt wel langs in Barcelona, Ludovic. Ja, die komt zeker langs. Ja. kan je het dan geloven? Moet je jezelf nog wel eens knijpen of niet? Ja, ik moet mezelf echt soms wel even verknijpen. Maar de meesten komen wel naar me toe en die zeggen van... het is echt. Weet je wel wat er met je gebeurt? Ja. Ja. Besef je het? Eigenlijk niet eens. Nee, hè? Nee. Bij Barcelona was ook, ja, was wel goed. Ik vind hem goed. Alleen, ja, bij Barcelona was niet echt net zoals hier. Is wel een mooie club, Barcelona is wel een mooie club. Alleen, is niet zo gelopen als dat moet. Maar hij heeft wel ook stappen gemaakt. Hij heeft met de mensen getraind, met het eerste team getraind. Dat is wel ervaring voor die jongen. Natuurlijk, het is Barcelona. Het is heel mooi voor mij. En ik denk vooral ook voor heel veel mensen die het niet verwacht hadden dat ik naar Barcelona zou gaan. Maar goed, het is wel gebeurd en ik heb uiteindelijk heel veel van geleerd. Ik heb heel veel mooie dingen meegemaakt, ook natuurlijk wat mindere dingen, maar dat hoort erbij.
als jonge speler verwacht je dan heel veel altijd. En dan zie je soms dat het niet zo uitloopt hoe je wilt. Maar goed, dan moet je gewoon je mindset op 100% zetten weer en dan gewoon doorgaan. En, uiteindelijk de keuze gemaakt om gewoon naar HSV te gaan. En, Barcelona is een mooie club, een mooie stad en alles. En nu ben ik hier en heb ik hetzelfde gevoel. En, ja, ik ben nog jong. Op een gegeven moment zie je dat hij vanuit Spanje naar Duitsland is gegaan. En in Duitsland weer een nieuwe club heeft gevonden. Dus dat volg je wel. En je volgt nu ook, hij zit bij HSV. Dan zeggen wij tweede Bundesliga. Maar ik denk dat we dan echt dat een hoop mensen onderschatten hoe groot de club dat is. En dat is ontzettend mooi om te zien dat hij daar nu eigenlijk als het ware een stempel drukt op het elftal. Waar zijn we nu, Ludo? Nou, hier, als we aankomen, dan parkeert de bus hier en dan lopen we hier de kleedkamer in. En dan is hier eigenlijk altijd de persruimte. Daar zit dan altijd de tegenstander. Ja, en dan komen we eigenlijk bij het veld al gelijk, man. Thank you, Rasmus. Hier zijn we dan. Op het veld. Je thuis? Met thuis. Eigenlijk mijn tweede thuis eigenlijk. Maar ik moet zeggen dat Groningen is voor mij ook echt een thuis is. Komt er kort, die zit wat dichtbij eigenlijk. Wat een stadion, hè? Ja, mooi hè. Heel het mooie ook is dat, dat er zoveel goede voetballers ook hier hebben gespeeld. Weet je, het is gewoon echt een geschiedenis wat ook hier op deze plek... Nee, mooi man. Kan je je voorstellen hoe los het hier gaat als je promoveert? Ja, niet normaal. Ik bedoel, dan moeten we denk ik naar binnen sprinten om... Want dan gaan al die fans op het veld rennen, denk ik. Nee, ik weet niet. We moeten het meemaken, man. Ik bedoel, het is denk ik nu al 4 jaar geleden of 5 jaar. Dit is het 5e jaar. Dus nu moet het wel echt gebeuren, denk ik. Ja, we wisten al vanaf het begin af aan van dit seizoen, ook met de trainer. Iedereen weet dat HSV gewoon de eerste Bundesliga wordt. En nou, de laatste jaren is dat dan niet gelukt, maar ik denk dat dit jaar iedereen heeft een goed gevoel erover. En dat moeten we gewoon vast blijven houden. Ik bedoel, je ziet ook dat in de tweede Bundesliga, het is gewoon een harde competitie. Iedereen kan van elkaar winnen, het zijn gewoon moeilijke wedstrijden. Dus vandaar, einde van het seizoen hopen we dat we naar de eerste Bundesliga gaan. Also auf jeden Fall ist für ihn der nächste Schritt die Bundesliga, der nächste Schritt muss die Bundesliga sein. Aus Hamburger Sicht wäre es natürlich schön, wenn es mit dem HSV wäre. Wenn der HSV doch wieder nicht schaffen sollte, dann bin ich mir sicher, dass Reis auf jeden Fall in der Bundesliga in der nächsten Saison spielen wird, dann halt für einen anderen Verein. Wie ist Deutsch im Minus? Sehr gut. Ja, sehr gut, hè? Ja, nee, mein Deutsch ist echt wel goed, man. Ik geef gewoon interviews in Duits. Natuurlijk, het begin was wel moeilijker, heb ik een aantal lessen gehad, maar ik heb het heel snel opgepakt. En dat is voor mij ook wel lekker als ik gewoon in Duits kan communiceren met die gasten. Ja. Van der Vaart zei laatst, Ludovic Reis is iemand die we in de gaten moeten houden voor Nederland zelf al. Ja. Heb je dat meegekregen? Ja, toen ik hier op de club kwam, ik wist het eigenlijk eerst niet hoor, want ik volg het eigenlijk niet zo erg. Maar toen ik hier op de club kwam, zeiden een aantal gasten tegen mij dat hij dat had gezegd. En, natuurlijk mooi, zo'n legende ook van HSV natuurlijk dat zo zegt. Dat kan ik echt mooi meenemen in mijn broekzak. Nederland had natuurlijk viele goede spelers, ook goede jugendarbeid. Maar ik geloof schon, dat hij met zijn kwaliteit, wenn er een beetje ervaring nog had, hij is ja nog relatief jong, durchaus, ik zeg maar, in die nationale mannschaft der Niederlande komt. Gehe ik ganz stark van uit. Also, wenn er die Entwicklung so weitermacht, dann kann er irgendwann für Holland in der Mannschaft spielen und ist auch da ein sehr wichtiger Spieler für die Mannschaft. Er hat eine extrem gute Entwicklung beim HSV gemacht, vielleicht die beste Entwicklung von allen HSV-Spielern. Aus meiner Sicht, er ist noch ein Zweitligaspieler und er müsste in der ersten Liga zeigen, dass er das kann. Wenn er das kann, ja klar, dann könnte er auch in der holländischen Nationalmannschaft spielen. Die Zeit von Ludo kommt wel in die große Oranje. Er muss noch ein bisschen Stapen machen, aber die Zeit kommt wel. Hij is pas 22, dus ik ben niet bang voor. Hij komt wel. En wist je dat het EK 2024 in Duitsland, is dit een van de stadions? Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Mooi, hè? Hoop je stiekem nog dat je daarbij bent?
Ik weet het echt niet. Ik bedoel, laten we eerst omhoog gaan en dan moet ik me ook weer zelf daar weer laten zien. Natuurlijk is er heel veel concurrentie, maar alles kan in voetbal natuurlijk. Ik moet mezelf gewoon goed in de kijker spelen en dan is het aan de bondscoach, man, of die me mee gaat nemen of niet.